De dienstverlening vanuit de verschillende districtscommissariaten naar de samenleving is toe aan vernieuwingen en aanpassingen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, werkt in dat kader samen met een interdepartementale commissie. Er is een presentatie gehouden getiteld De revisie van het BFB-handboek. De deken der districtscommissarissen, Shafiq Ghulaman, geeft aan hoe belangrijk het is dat deze aanpassing komt. Het is heel belangrijk, omdat met de financiële middelen je pas zaken kunt realiseren. Het gaat niet alleen om projecten, maar om een commissariaat draaiende te houden, een organisatie draaiende te houden. Je werkt met een aantal mensen, je werkt met vrouwen, je werkt met mannelijk personeel. En het gebouw moet onderhouden worden. Je hebt cartridge nodig, je hebt papier nodig, om natuurlijk een vlotte dienstverlening voor de samenleving. Dus dit soort zaken moeten er ook zijn. Je hebt apparatuur nodig. En u weet, als je apparatuur gebruikt, die kunnen ook defect raken. En die middelen moeten wel dan toereikend zijn om die klantenservice dan te garanderen. De interdepartementale commissie die is ingesteld is al 6 maanden bezig met vernieuwing en aanpassing van het handboek Begroting en Financieel Beheer, BFB. Het handboek is het document waarmee het bestedingsplan van een commissariaat wordt uitgevoerd. Samen met de districtsadministrateurs, districtssecretaris, bestuursopzichters en de districtscommissarissen zijn er voorstellen gedaan die de interdepartementale commissie kan meenemen alvorens de wijzigingen in het handboek gefinaliseerd worden. Verder is het ook van belang dat elk ministerie het commissariaat aantrekt om gezamenlijk projecten uit te voeren en ook de middelen daartoe vrijmaakt. In de praktijk blijkt dat het laatste vaak genoeg uitblijft. Volgens Jennifer Josefzoon-Wachter, onderdirecteur districtsbestuur en decentralisatie van ROS, is het belangrijk dat er medewerking wordt verleend. De ministeries hun bijdrage moeten leveren aan het decentralisatieproces. Dat ze allemaal moeten regionaliseren en dat is dat ze dan duidelijk op hun begroting aangeven welke projecten ze gaan uitvoeren in de verschillende districten. Zoals hoe de burgers van de districten bij de hoorzittingen hebben aangegeven. Clustercoördinator Tesorie-inspectie Melissa Prior geeft aan dat het belangrijk is dat de aangewezen persoon door het ministerie van Financiën en Planning te alle tijden toegankelijk moet zijn. Dit is van belang indien blijkt dat niet de juiste procedure is toegepast. We nemen die punten van ze mee, maar we willen ook aangeven dat in de districtsbesturen van de verschillende commissariaten ook een verantwoordelijkheid is van financiën. En als ze zien dat er stagnaties zijn, dat ze ook gebruik maken van deze mensen van het ministerie om deze gelden sneller ter beschikking te kunnen krijgen.